Welkom, ik ben Marleen Deleu van Nexconomy, Director Trends and Insights. En vandaag is Nexconomy te gast bij Smals in Brussel. Bij mij zit Donald de Keizer van Smals en David Muldermans van ProUnity. Heren, welkom, ook aan jullie. Wat is jullie rol in dit verhaal hier? Mijn naam is David Muldermans, ik ben de CEO en medeoprichter van ProUnity. We zijn het snelst groeiende HR-tech bedrijf in België. We hebben dit succes tot stand kunnen brengen omdat we opdrachtgevers, freelancers en dienstverleners samenbrengen op één centraal platform, waardoor het inhuur en beheer van externen veel efficiënter verloopt. Smals is een IT-organisatie ontstaan uit een associatie van instellingen van de sociale zekerheid en een van de drijvende krachten in België rond digitalisering. Vandaag de dag tellen we een goede 2000 medewerkers, waarvan de helft te werk gesteld is bij onze leden. Daarboven bieden we nog eens werk aan 800 externe IT-specialisten, waarvan ongeveer 600 bij onze leden actief zijn. Als management controller ben ik verantwoordelijk voor het goede verloop in alles wat dat te maken heeft met externe consultancy-opdrachten. Donald, wat is dan precies die rol van Smals en bij innovatie, bij de overheid? Waar hebben we het dan over? Wel, Smals leidt eigenlijk zeer veel, samen met haar leden, zeer veel boeiende projecten. Dat gaat van het ontwikkelen van software tot het beheren van volledige installaties, IT-installaties. Om dit te doen hebben wij permanent zowel interne als externe werkkrachten nodig. We zijn bezig op verschillende vlakken qua innovatie. Smals heeft samen met de Belgische overheid eigenlijk de G-Cloud, wat wij noemen de G-Cloud gebouwd. Dat is eigenlijk een community cloud platform voor de Belgische overheid. Daarop gebruiken we bijvoorbeeld containertechnologie om applicaties veel sneller te ontwikkelen en tot de burger te brengen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, Smals is in 2020 lid geworden van de European Blockchain Partnership. Ja, waarom zou je als externe voor de overheid willen werken? Wat mij zeer sterk aantrekt binnen Smals is eigenlijk de combinatie van deze innovatieve technologieën samen met een maatschappelijk belang dat we kunnen bevredigen. Ik denk dat nieuwe inzichten, maar ook de komst van een nieuwe generatie aan CEO's gezorgd heeft voor een nieuwe wind, een nieuwe drive binnen heel die evolutie. We merken toch heel sterk dat de overheid sneller en meer dan ooit volop inzet op nieuwe technologieën en ook op nieuwe trends. En dat is toch wel een hele grote verandering, maakt het vooral echt wel aantrekkelijk voor iedereen. Donald, die ICT-experten, hoe werken die dan aan die projecten? Dus de ICT-experten worden binnengehaald bij Smals voor beide leden en werken meestal in kleine teams. Ze werken in kleine groepjes volgens de Agile-methodologie, die dus toelaat om snelle resultaten op te leveren. Het kan gaan van strategisch denken tot de pragmatische kwaliteiten die men nodig heeft. Bijvoorbeeld, ik denk aan projectmanagers, ontwikkelaars, business-analisten, functionele analisten, gaande langs testers, bekabelingsspecialisten, netwerk- en systeembeheerders.